Stan, wat een bijzonder jaar was dit. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik heb al een paar keer teruggekeken, zeg maar. En moet ik concluderen dat ik dit in mijn hele leven nog nooit heb meegemaakt. Zulke turbulente periodes. Maar ondanks dat het toch heel veel vaak negatieve geluiden waren. En ook terecht vaak wel met zoveel zieken, met mensen die een zaak verloren zien gaan en zo. Dus alle begrip daarvoor. Maar ja, ik vind het ook belangrijk om ook te kijken naar positieve dingen. En die heb ik in ieder geval wel veel gezien. Ook hier op de werkvloer. We hebben vanaf het begin van de eerste lockdown, zeg maar, vanaf maart, zeg maar, hebben we ook proberen de goede moed erin te houden. Ook wel met respect, met betrekking tot de regelgeving, afstand houden. We hebben toch nog wel de nodige dingen gedaan, besprekingen gehouden. Maar ook met de staf, af en toe lekker hapje eten. Ook hier intern, maar net alles binnen de richtlijnen. En we hebben ook nog best wel het nodige gelachen. Dat is mooi om te horen. Hoezeer heeft corona effect gehad op jouw werkveld en op jouw werkwijze? Behoorlijk. Dat behoorlijk, ja. Kijk, als je kijkt naar de wedstrijden, spelers live te bekijken, viel natuurlijk weg. Gelukkig waren wij met een aantal spelers al in een verre fase, zeg maar. Maar dat heeft zeker heel veel impact gehad. In de zomer zag je dat de voorspellingen richting de grote landen, Duitsland, Engeland, dat daar zoveel inkomstenderving was. Dat de selecties in zouden of kleiner zouden worden. De salarissen zouden naar beneden bijgesteld worden. Zoals ook in Nederland trouwens. Dus er kwamen heel veel spelers op de markt in ieder geval. Dus een deel van onze spelers die wij ieder jaar halen, komen deels uit de spelers die wij zelf scouten, zeg maar, die wij zelf vinden, maar ook een groot gedeelte komt uit het netwerken van de agenten. En ook regelmatig steeds meer nu van grote clubs uit Engeland, uit Duitsland, maar ook dichterbij uit België, die proberen hun spelers die ze zelf niet kunnen gebruiken in Nederland op de markt te brengen. Kun je dan spreken over een soort van luxe positie die je eigenlijk hebt ten opzichte van andere jaren? Het aanbod was groter. Voorgaan, als je kijkt naar onze eigen filosofie, zeg maar, de afgelopen jaren hebben we vaak met veel huurlingen moeten werken. Omdat we daardoor, zeg maar, in ieder geval vaak de selectie in de breedte op peil konden brengen tegen relatief niet zo hoge salarissen. De jaren daaropvolgend hebben we proberen minder spelers te huren om ook kapitaal op het veld te creëren, zeg maar. En dit jaar hebben we twee huurlingen, dus dat, en hebben we wat oudere spelers. Dus er kwamen andere spelers op de markt die normaal gesproken niet op de markt zouden komen. Ben je ook creatiever moeten omgaan met de mogelijkheden of de beperkingen die je eigenlijk had? Laat ik zo zeggen, we hebben met z'n allen meer tijd gehad om uitvoerig de spelers te bekijken. Dus bij ons is het zo dat als de trainer en de staf niet achter de kom staan, dan gaat het niet door. Andersom, ook als ik er niet achter sta, gaat het ook niet door. Dus doordat er meer tijd was, is er in ieder geval nu wel aanzienlijk meer tijd geïnvesteerd in door de technische staf, door spelers te bekijken. Neem ons eens even mee. Hoe ontdek je een groeibriljant als Georgios Giacomakis? Die is via een agent op ons pad gekomen. Aantal wedstrijden gezien, dusdanig interessant dat we dachten van we moeten hem eigenlijk proberen live te bekijken en ook te ontmoeten. Want dat is ook altijd belangrijk. En de voorkant probeer je dan ook altijd wel enigszins uit te vogelen of dat al financieel haalbaar is. Dus dat is voor ons ook altijd een van de dingen die snel op tafel komen. Dat je niet heel veel tijd en energie in dat soort zaken steekt en in twee maanden ontdekt dat het financieel onhaalbaar is. Dus dat zijn zaken die ik heel snel, zeg maar, ook al wil afkaarten. Een beetje de kaders, hè, of het realistisch is of niet.
En dat was bij Jacques Magus het geval. Dat was realistisch. Dus ja, toen, ja. En zo beginnen die trajecten dan. En dan, ja, dan moeten de spelers er een gevoel bij krijgen. Wij willen er ook een gevoel bij krijgen. Je wilt spelers in de ogen kijken. Maar ja. En ook uitleggen wat wij te bieden hebben aan spelers. Wat wij van de spelers verwachten. Dus ja, dat zijn vaak wel lange trajecten. Ja. Had jij durven hopen dat hij, ja, waar we nu staan, hij topscorer van de Eredivisie is. En inmiddels al 10 doelpunten heeft gemaakt in de competitie? Nee, we hadden een paar kandidaten. En ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk hartstikke blij dat we voor hem gekozen hebben. Maar ook, en dat is natuurlijk ook niet altijd gemakkelijk. Want Jacques Makers is bij een kleinere club begonnen. Is naar een hoge club gegaan, of naar een grote club gegaan, AEK Athene. Heeft daar Champions League gespeeld, maar als invaller en toen verhuurd. En ja, dus die moet je ook kunnen overtuigen met dat de Eredivisie voor hem en de Nederlandse competitie een goede stap voor hem is. En daar heb ik een rol in, daar heeft de trainer een rol in, daar heeft Marco een rol in. Dus ja, dus zo proberen wij. Ja, ik vergelijk het wel eens. Vroeger een meid versieren was vaak makkelijker dan nu een voetballer te verleiden naar een kleine club als VVV. Want dat zijn we natuurlijk en dat blijven we. Maar ja, we hebben ook heel veel wel te bieden. Hè? En dat moeten we met z'n allen proberen de kandidaat te overtuigen. Dat is een hele mooie beeldspraak. Moet je hem nu ook verleiden dadelijk na de kerst om te blijven in Venlo? Nou, er is op dit moment, en het is tweede kerstdag vandaag, is er nog geen enkel bod. Maar ja, de verwachting is ook niet dat er heel veel zal gebeuren. Maar ja, topscorers zijn, het is natuurlijk al voor spelers die veel doelpunten maken, is natuurlijk altijd interesse. Maar er is op dit moment niks concreet en wij hopen dat we hem kunnen behouden. Want voor ons gaat het erom dat we in de Eredivisie willen blijven. En achter de kans met hem groter dan zonder hem. Want ja, mocht hij gaan, dan moet er dusdanig interessant financieel voorstel voor ons komen. Maar ook dat de speler interesse heeft. Dus dat zie ik niet zomaar gebeuren. Tot zover over Jacques Makis. Wat kunnen we dan wel van Stan Valks nog verwachten na de kerst en het begin van het nieuwe jaar? Dat gebied? Nou, laat ik zo zeggen. Wij hebben aan het begin van het seizoen gedacht om de nodige ervaring in de selectie te brengen. Omdat we ook, ja, van de 25, 26 spelers, 10 spelers hebben die 20 jaar of jonger zijn. En vonden wij ook wel belangrijk dat er een goede mix was. En ook dat er een aantal spelers waren tussen de 20 en de 30 die we, ja, misschien nog een keer kunnen verkopen. Hè? Maar in de basis was het vrij smal. Hè? Maar ja, we kunnen ook niet het budget ver overschrijden. Dat we een beetje overschrijden, dat is oké. Maar nu, ja, nu hebben we zoiets van, ja, we zijn toch wel kwetsbaar als Danny Post geschorst is of geblesseerd. Soms is het makkelijk als je 2 brekers op het middenveld hebt. Sommige wedstrijden misschien dat de trainer zegt van, nou, ik zou nog graag zo'n speler erbij willen hebben. Dus we zijn eigenlijk aan het kijken voor een extra controleur. Die uiteraard moet iedere speler die wij halen op meerdere posities kunnen spelen. Dus ja, daar zijn we in ieder geval naar aan het kijken. We hebben ook wel enkele kandidaten. Daar zijn wel al wat indicaties afgegeven, maar er is nog. Manager voetbal BVVV. Hij is ook eigen Stam. 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 Ik ben nu 6 jaar bij de club in dienst. Wordt Stam volgens mij iedere dag uitgedaagd in het handen? Ja, je daagt jezelf uit, maar het gaat niet alleen om de uitdaging. Het gaat ook om het plezier dat je elkaar hebt. En je weet dat je met VVV zelden in het linkerrijtje zal eindigen. En dat het ieder jaar worstelen is om boven de streep te eindigen. En de afgelopen jaren is dat gelukt. Door de inzet van heel veel van alle betrokkenen. En dat is voor mij eigenlijk ieder jaar ook de grootste uitdaging. Om samen met de staf en met Marco om ieder jaar weer een elftal op de been te krijgen. Dat hopelijk in de Eredivisie kan blijven. En de verschillen zijn dusdanig klein in het rechterrijtje. Als je terugkijkt nu dan naar de eerste seizoen zelf, zeg maar, dan, ja,
hadden we toch eigenlijk wel 1-2 punten meer moeten hebben. Vaak zijn we achtergekomen in de wedstrijd. We hebben ook vaak in de laatste minuten nog doelpunten gescoord. Dus ja, dan kan je wel zeggen dat we soms misschien niet altijd goed beginnen, maar dat er wel karakter in de Delft al zit om steeds weer terug te knokken. Even terug naar jouw functie. Hè? Jouw functie hier bij VVV. Wat is er anders dan een functie bij bijvoorbeeld een topclub als PSV of Wisla Krakau? Nou ja, ik ging bij Wisla Krakau. Ben ik volgens mij in één jaar, dus één seizoen, 159 keer in een vliegtuig gestapt. Om spelers live te bekijken. Zuid-Amerika, Europa. Dat is hier veel minder. In dat jaar heb ik vaker in een vliegtuig gezeten dan een gemiddelde piloot. Dat heb ik begrepen. Je hebt meer vlieguren gemaakt dan de gemiddelde piloot van KLM. Ja. Dus hier kijk je het weer. Ja, wij zitten natuurlijk in een kleinere markt te kijken. Bij die clubs heb je natuurlijk veel scouts. En ja, heb je bijna wekelijks overleg met alle scouts. 100.000 rapporten bekijken, dit bekijken. Dat is hier niet. Wij hebben eigenlijk geen scouts. Wij kijken samen met de staf naar de spelers. En af en toe, dit jaar, gaat de trainer en de staf ook spelers live bekijken. Zeker als het hier net over de grens is. Wat natuurlijk voor ons een interessante markt is. Hoe lang blijf je dit nog doen? Ja, ik zie dit niet al echt als werk. Ik zit nu, vanaf mijn 18e telt, zit ik bijna 40 jaar in de voetballerij, zeg maar. Je bent al bijna 40 jaar aan het hobbyen dus. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus ja, nogmaals, ik hoop dit nog heel lang te doen in ieder geval. En die lange carrière, zowel als speler als technisch directeur, wat is daarin je mooiste anekdote? Oh. Ja, dat is geen anekdote, maar het mooiste wat ik ooit als speler mee heb gemaakt is natuurlijk om WK te spelen. Dat is geen anekdote, maar dat is een geweldige ervaring. Hoe ervaarde je dat? Ja, dat was heel apart, want ik had niet verwacht dat ik bij de selectie zou zitten. Dus ik had mijn bruiloft al gepland en toen belde advocaat, toen zaten wij in Portugal. En toen belde ging de telefoon, had je nog geen mobiele telefoons. Mijn toenmalige vriendin, die nam op en dat bleek advocaat te zijn. En ze gaf kwaad de telefoon naar mij, zo van hier, advocaat. Dus... En toen hebben we alles kunnen verzetten, zeg maar, de bruiloft binnen een paar dagen en zo. Dus dat was allemaal goed geregeld. Wat zou jij... Maar toen, want je hebt het over een anekdote. Ja, maar dit schiet me nu pas te binnen, want ik wilde eigenlijk iets anders stellen. Maar, maar toen in de aanloop na de WK hadden we nog een trainingskamp in Nederland, in Noordwijk. Sporting speelde toen bij Sporting Lissabon. En wij hadden nog de bekerfinale tegen Porto. En toen vroeg ik aan advocaat, trainer, geef je mij toestemming om 2 dagen het trainingskamp te verlaten? Want het was in het weekend, er was toch 1 dag vrij. Om met Sporting de bekerfinale te spelen. En toen zei advocaat tegen mij, als ik de komende nachten niet aan de regenpijp zie hangen, dan mag je gaan. Toen zei ik tegen mijn trainer, ik ga gewoon naar de voordeur. wat zou je tegen een Georgios Giakoumakis zeggen als hij straks wellicht bij het Griekse nationale team zit en ooit eens een keer een WK mag spelen? Ja, wat geef je hem dan mee? Nou ja, als je vergelijkt met voor de Grieken is de trots natuurlijk heel belangrijk. Dus voor hem is dat nu geweldig dat hij geselecteerd is. Hij is daar heel trots op. Hij zegt, dit is de beste beslissing die ik ooit heb genomen om naar Nederland te gaan, naar VVV te gaan. Ik ken het programma niet wat ze nu hebben voor de kwalificatie. Maar ja, laat ik zo zeggen, ik denk niet dat hij dan nog bij VVV speelt. Ik zal hem dan wel bellen. Met wie vanuit het verleden onderhoud jij nog heel veel en hele goede en warme contacten uit de voetballerij? Nou, dat zijn eigenlijk heel veel mensen. Ja, dat zijn heel veel mensen. Ja, toevallig net nog, of gisteren nog, Steve McLaren gesproken. Oud-bondscoach van Engeland, trainer geweest
Manchester United, veel clubs, trainer geweest van FC Twente, daar kampioen geworden. Dus nee, heel veel. Maar ja, dat zijn nu ook momenten, of ja, er zijn weinig momenten dat je nu nog die spelers of die ex-collega's, ja, dat je ze nog tegenkomt. Hè. Niet in de stadions, ja, soms zie je trainers, zoals tegen... thuis tegen Feyenoord, toen zag ik rondom de wedstrijd de Dick Advocaat. Die is trainer geweest van mij bij PSV. Die heeft mij naar het Nederlands elftal gehaald. Toen zag ik John de Wolf nog, heb ik met Nederlands elftal gespeeld. Petrovic, die ik dan goed ken van PSV en zo. Dus ja, Mario Been die was er toen als verslaggever van Fox Sports. Dus ja, dat zijn dan weer leuke momenten. En dan, ja, dan is het ook gauw weer oude koeien. En dat zijn vaak ook leuke koeien. Is dat grote netwerk ook heel erg van belang en maak je daar heel erg veel gebruik van in jouw werkzame leven, zeg maar, in jouw job nu? Ja, maar ze weten ons en zeker mij ook wel te vinden. Dus er komen dagelijks komen daar nieuwe contacten bij. En ja, nogmaals, wat ik straks ook al aangaf, het aanbod vanuit het buitenland wordt de komende jaren waarschijnlijk nog groter, omdat... de FIFA binnenkort ook de regels gaat veranderen met betrekking tot het verhuren van aantal spelers dat een club maximaal mag verhuren. Dus het aanbod vanuit de grote landen zal alleen maar toe gaan nemen. En dat zijn vaak jonge talenten. Nou, we hebben er een aantal gehad hier. Vaak jong, nog niet klant en klaar voor de Eredivisie. Dat leidde regelmatig tot teleurstellingen. Dan was het oktober, november en dan hadden ze nog niet gespeeld. Voor ons verwachtingspatroon was vaak dan, die zijn nog niet klaar voor de basis, maar wel voor de breedte. Maar die spelers hadden vaak zoiets zelf van, nou dat doen wij wel eventjes in de Eredivisie. Maar zo slecht is het ook wel niet. En dat waren vaak jonge spelers die op zichzelf kwamen wonen. Dus dat was ook niet altijd makkelijk voor de jongens. Maar nu zijn we, ja, nu zijn we dat... dus wij zijn niet altijd op zoek naar jonge spelers. We hebben zelf... wat ik straks aangaf, 10 jonge spelers in de selectie. Ons beleid is ook vanuit, in ieder geval om in de jeugdopleiding en de onder 21 geen jongens van ver af te halen. Dus een beetje uit de eigen regio, om die ook de kans te bieden. Dus... Zit Stan Valks rustig aan het kerstdiner? Of gaat zijn telefoon constant? Nee, die gaat. Nee. Dat is wel, ja... Toen ik bij PSV werkte, ging die wel op de eerste kerstdag en zo en tweede kerstdag. En, ja. Dus in dat opzicht, ja, maar is bij het VVV daar wat hectischer en dynamischer. Daar hou ik ook van. Maar... Bij VVV valt het dus mee dit jaar. Wat ga je met de kerst doen? Ja, lekker eten met de familie. Dit zonder vrienden waarschijnlijk, dus... Nee, ik heb, mijn vrouw heeft een paar weken geleden gezegd van, nou, hopelijk kunnen we nog iets leuks gaan doen. Ik heb tegen haar gezegd, misschien wordt dit wel de leukste kerst ooit. He, dat ligt eraan wat je er zelf van maakt. Ik bedoel, je moet het zelf de sfeer maken, zelf met de mensen die je dan kiest of waar je bij kunt zijn. En dat is ook wat ik eigenlijk altijd predig, om ook onder wat voor omstandigheden er proberen het beste van te maken. Om de moed erin te houden en ook een keer te lachen als het misschien niet altijd leuk en gezellig is. Is inderdaad dat ook wat je tegen supporters en partners van de club wil zeggen? Ja, dat is eigenlijk ook mijn levensfilosofie. Niet dat ik een opportunist ben of zo, maar ja, bij mij is het glas in figuurlijke zin altijd half vol. Behalve als het letterlijk is, dan is het half leeg. Dat is mooi om mee te eindigen. Dankjewel, Stan.